op deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag een lookbook. Dit is mijn derde lookbook die ik met jullie ga delen. Ik heb er al twee online staan. Eentje daarvan is dat ik met één item vijf verschillende looks heb gemaakt. En ik heb ook een lookbook geplaatst over outfits of the week. En voor vandaag deel ik weer met jullie een lookbook waarin ik vijf outfits laat zien die ik met één en hetzelfde item heb gecombineerd. Ben je benieuwd welk item dat is en welke lookjes ik heb gecreëerd? Blijf dan vooral kijken. Vergeet niet om alvast die blauwe duim omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je hier nieuw bent, en laten we snel met deze video beginnen. De vorige keer heb ik ook een lookbook opgenomen waarin ik vijf outfits combineerde met één en hetzelfde item. En dat had ik gedaan met het lakrokje. Mocht je die video nog niet gezien hebben, ik zal een linkje in de bio zetten voor je. Voor vandaag had ik weer gekozen voor een item wat je momenteel veel op het straatbeeld ziet. En ook een item wat voor mezelf een beetje moeilijk te combineren is. En ook een item wat je op het moment gewoon voor de lente echt in je kast moet hebben. Namelijk de slangenprintbroek. Mocht je mijn video van vorige week gezien hebben, dan heb je kunnen zien dat ik een dagje naar Den Bosch ben geweest en dat ik deze broek heb geshopt. Ik zet sowieso een linkje in de bio mocht je interesse hebben. Ik heb voor deze broek gekozen omdat het ten eerste eigenlijk best wel een uitdaging is om hier vijf leuke looks mee te combineren. Ik had de broek gekocht en hij is super vet en ik ben er ook super blij mee. Maar later dacht ik echt van, oké, hoe ga je dit combineren? En toen dacht ik, wacht, dit ga ik gewoon in een video ook opnemen. Voor mezelf een uitdaging, kan natuurlijk jullie wat tips en tricks meegeven. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik dit item heb gekozen en dat ik daarmee ook de kledingkast ben ingedoken. Want het was, ik wil niet zeggen een kawaii, maar het was wel echt, echt even heel erg out of my comfort zone. Ik ben altijd heel snel van de plain broeken, dus gewoon een zwarte, een grijze, een spijkerbroek. En dit is weer zo'n item dat ik denk, ik vind hem super vet. Maar het moet wel de eyecatcher van de outfit worden. En ik hou ook zelf niet van te veel toeters en bellen rondom een outfit. Dus ja, ik ben heel benieuwd welke lookjes jullie leuk gaan vinden. Laat het me dat ook zeker weten even in de reacties. En laten we maar snel met deze video beginnen. De eerste look die ik heb gecreëerd is een redelijk neutrale look. Ik ben gewoon van mening, die broek moet gewoon de eyecatcher van de hele outfit zijn. En ik heb voor dit lookje eigenlijk gekozen omdat ik zoiets heb van, het is gewoon een daily basis lookje. Het is net even een kleine shimmery, maar dat zul je dadelijk wel zien. En het is toch ook weer, het is een hele makkelijke outfit, maar hij geeft wel meteen heel veel, hoe leg je dat uit? Hij laat wel een hele hoop meteen zien. Dus ik heb gekozen voor een blouseje en dat is deze. Alle items momenteel komen eigenlijk allemaal uit mijn eigen kledingkast. Sommige zijn wat ouder, sommige zijn nog vrij nieuw. Dit blouseje heb ik echt al een aantal jaar in de kast zitten. En dat vind ik eigenlijk gewoon een prima basic. Het is een heel makkelijk, crèmekleurig blouseje. Maar dat crèmekleurig zit natuurlijk ook in de broek. En er zit echt op het kraagje. En hier aan de voorzijde zitten allemaal verschillende steentjes, zilverkleurig. Aan de achterzijde is een hele kleine opening, maar als je het aan hebt zie je het eigenlijk niet, want mijn haar valt er 9 van de 10 keer overheen. En het heeft een driekwart mouwtje en dit is echt zo'n blouseje. Het is heel basic, juist die glittertjes die zorgen wel weer voor een extra touch. En dit vind ik gewoon eigenlijk misschien wel de makkelijkste outfit die ik er helemaal tussen heb zitten. Maar ik ben gewoon, ik hou van de easy peasy outfits en ik vind het ook comfortabel. En je kunt wel alle toeters en bellen uit de kast gaan halen om die broek te gaan promoten, maar ik vind juist less is more. Ik heb voor deze outfit gekozen voor de volgende schoenen. Dat zijn deze. Je zou denken, wauw, waarom doe je zulke grove schoenen onder eigenlijk zo'n lief blouseje? Maar ik ben heel erg van, ik hou van het stoere, maar ik hou ook weer van het lieve, om dat heel erg met elkaar te combineren. Deze schoenen, die moet je denk ik al wel herkennen, ook van dezelfde shoplog als waar ik de broek heb gekocht. Ze zijn van de Bristol en ik heb ze al een aantal keer aangehad. Ze zijn echt zo fijn. Ik ben zo blij dat ik ze gekocht heb. En ik vind dit eigenlijk wel een hele leuke combi. Dat stoere van de schoenen in combinatie met dat lieve van het blouseje. Ik denk dat dat wel een hele leuke set gaat zijn. Mocht je het willen weten, het blouseje komt van de Vero Moda af. Maar wat ik al zei, die is al een aantal jaar oud. Dus ik ben benieuwd of dat die nog in de collectie is. En ik laat jullie nu de aanbeelden zien van outfit nummer 1. Nou, hier hebben we look 1. Kleine disclaimer, ik heb er een verkeerde BH onderaan. En er moet eigenlijk een ander hemdje onder. Maar laten we daar heel even doorheen kijken. Ik heb nou het blouseje aan met de broek. En het blouseje heb ik eigenlijk al heel lang niet meer aangehad. En nu heb ik hem weer aan. En dan denk ik, waarom heb ik hem zo lang iedere keer in de kast laten liggen? Want het is gewoon een hartstikke leuk basic blouseje. Hartstikke leuk ook met die glittertjes erop. Ja, je kunt het al zien. Ik heb echt een hele verkeerde BH onderaan. Ook een verkeerd hemd, want hier zit gewoon een gaatje in. Maar weet je, voor de video wil ik gewoon heel eventjes het lookje laten zien. Gewoon jullie een impressie geven van hoe kun je die broek gewoon het leukste combineren.
En ik moet zeggen, ja, dat zilvertje, dat vind ik gewoon heel leuk dat dat terugkomt in die broek. En juist ook die schoenen eronder. Ondanks dat heel veel mensen het misschien niet mooi vinden. Ik vind wel dat het leuk breekt. Dit is natuurlijk best wel schattig als je het zo ziet. En dan als ik er een stapje naar achter denk je, ja, stoer. Ik heb ook eventueel nog witte alstassen. Dat zou ook nog kunnen, maar daar zit natuurlijk wel blauw en rood in. Ja, ik vind het, mijn haar. Ik vind het een heel leuk, ja, heel easy peasy lookje. Ik heb er ook echt net een heel klein glittertje ook in mijn oor in. Maar ja, wat ik al zei, less is more. En dit vind ik in ieder geval al een geslaagde eerste look. Outfit nummer 2. Voor deze outfit heb ik eigenlijk voor iets gekozen. Eigenlijk twee dingen dat ik denk, oh, kleur. En oh jee, is dit wel geschikt voor de lente. En dat is namelijk een trui. Deze kun je misschien gezien hebben van mijn H&M shoplog. Was mijn allereerste video. En sindsdien heb ik de trui echt geregeld aan. En hij is nog steeds zo lekker fluffy en zacht. En dit is eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen dat dit een extreem dikke trui is. Het is gewoon een lekkere warme trui. Maar dat komt misschien doordat die haartjes erop zitten. Maar juist dat roze in combinatie met die broek. Ik denk dat dat wel heel leuk gaat zijn. En dit is ook eigenlijk, als ik zo naar mijn outfits kijk, ook echt de enige kleur die ik heb toegevoegd. De rest is allemaal een beetje neutraler. Maar ja, je zou denken, waarom kies je in godsnaam voor een trui richting de lente? Ik ben gewoon van mening, je kunt altijd korte mouwtjes en jasjes en toetes en bellen. Maar juist ook zo'n trui, als het weer wat kouder wordt, is dit gewoon fijn om dit ook achter de hand te hebben. En zeker april. April is echt zo'n maand van, het kan de ene dag super lekker weer zijn en de andere dag kan het stik koud zijn. Dus ik had zoiets van, weet je, ik heb wat lente outfits. Ik heb echt outfits richting de zomer. Ik heb ook even gekozen, ja, ik wil niet zeggen dat dit echt winter is. Maar ik had wel zoiets van, ik voeg hem gewoon toe. Want ik denk dat dit toch wel een hele leuke combi gaat zijn. Desnoods als je een keer s'avonds een feestje hebt of je gaat een dagje naar het strand toe, denk ik ook echt wel dat dit een topper is. En ja, weet je, gewoon die combinatie dat roze met dat grijs en dat gebroken wit. Ja, dat gaat gewoon super leuk zijn. Ja, wat ik al zei, de trui komt van H&M af. En ik heb wederom weer gekozen voor die grove schoenen die ik bij de Bristol heb gekozen. Voor deze. En wat dan mij heel leuk lijkt is dat je die onderkant van die broek een beetje omslaat. Dat je een beetje een enkel ziet. Dus dat het ook niet meteen heel massief gaat worden. Dus dat je een heel klein beetje sexy laat zien. Een heel klein beetje luchtig. Dus ja, weet je. Leuk het op ook met een leuk zilver klein kettingje. Doe niet te veel poespas. Ben ik zelf ook niet van. Dus ja, ook van deze look gaan jullie nu de aanbeelden zien. Zo. Ik heb het lookje met de kleur aan, de trui, de broek en mijn schoenen. En op de achtergrond ligt daar een kat met jullie te flirten. Op een of andere manier vind ik mijn kat het altijd heel leuk als ik dit soort filmpjes opneem. Die komen dan altijd even een bezoekje brengen. Maar even terug naar de look. Oh kijk, daar zit de tweede. Ja, ik vind het eigenlijk toch wel heel leuk. Ik vind het heel leuk, die kleurcombinatie zo, dat grijs met dat roze. En ja, ondanks dat het dan wel een trui is, vind ik het niet heel storend dat ik daar dan een blote enkel heb en dat dit echt trui is. Want wat ik al zei, het is natuurlijk niet je standaard dikke wollige trui. Hij is dan wel harig, maar hij is niet heel dik. Maar ik vind het een heel leuk lookje. Heel anders dan mijn eerste lookje natuurlijk. Heel anders dan de andere lookjes die ik daar nog laat zien. Maar ik vind het heel leuk. Ik vind het ook heel leuk dat die schoenen het dan weer, ja, breken als het ware. En dan ook zo met die enkel erbij. Ja. Leuk. Gaan we nu door naar look nummer 3. Voor look nummer 3 heb ik eigenlijk het meest wat bij mij past gekozen. Ik klink misschien raar. Alle vijfde outfits passen ook het meeste bij mij. Maar ik ben echt zo'n meisje. Ik hou van een broek, een shirtje. That's it. Klaar, weet je. Ik ga niet te veel uit de kast halen. Ik ben ook iemand van in de zomer of in de lente, als ik het warm heb, vind ik gewoon zo'n shirtje gewoon eigenlijk prima. Maar ik had toch zoiets van, weet je, dit wil ik wel weer de wat stoerdere look van de 5 lookjes maken. Dat zagen jullie ook bij de vorige lookbook. Ik had echt 5 verschillende outfits gekozen. Maar ook, de ene was een beetje party, de ene was richting festival vibes. En ook weer wat stoerder, de andere wat lieflijker, casual. Dus dat was eigenlijk ook de reden dat ik deze lookjes heb gecombineerd. Net het eerste lookje was weer wat schattiger. Het tweede lookje was eigenlijk gewoon easy peasy. En dit is dan weer de wat stoerdere look. Ik heb gekozen voor een grijs shirt. Deze. Met een zwart tekstje erop. Niet heel opzichtig. Maar ik wil echt dat accent leggen op die broek. Je kunt wel hier allemaal printjes op doen. Ik ben daar zelf nog niet heel erg van. Wie weet dat ik daar over een paar weken op terugkom. Dat ik denk, oh god, ik ga streepjes op een slangenprintje doen. Maar voor nu wil ik het eigenlijk nog een beetje safe houden. Dit shirtje komt van de Primark af. Ik weet dat deze heb ik in
Ja, ik weet niet of ze deze nog hebben, maar mocht het zo zijn, ik heb hem in een XL, maar ja, ik hou gewoon van oversized, zoals jullie ondertussen al wel weten. En dat grijs zit natuurlijk ook in die broek. En hier heb je dat zwart, en dat zwart wil ik dan terug laten kopen door middel van een riempje. Ik heb voor deze gekozen, die heb je denk ik ook wel in een shoplog voorbij zien komen. Zo niet, dan komt bij deze komt die van de Primark af. Heel eenvoudig riempje. Met een, aan de zijkant een velvet stiksel. Zilveren gespje. En voor op dit setje heb ik wel voor een jasje gekozen. Maar ook weer in mijn achterhoofd. Mocht het wat kouder worden, trek je het jasje aan. Mocht het wat warmer worden, trek je jasje uit. En dat is dit bikerjack. Wederom is deze van de Primark. Het is ook echt een van mijn favoriete jasjes op het moment. Het is een heel eenvoudig modelletje. Dadelijk in de aanbeelden kun je het iets beter zien. Er zitten allemaal zilveren accenten op, dus daarom heb ik ook gekozen voor die ring met een zilveren gesp. Mocht dit nou goud zijn, dan kies ik natuurlijk voor een ring met een goud accent. En dit jasje, ik weet dat ze deze geregeld hebben in de collectie, dus waarschijnlijk zal deze nog op voorraad zijn. Die heb ik in een maatje 42, mocht je dat willen weten. En als laatste heb ik ook nog voor een accessoires gekozen. Of ja, als ene laatste, want ik heb natuurlijk ook nog de schoenen. En als accessoires heb ik voor dit tasje gekozen. Komt ook van de Primark af. Zwart tasje met allemaal zilveren stutstop. Ook niet een extreem opzichtig tasje. Maar ja, weet je, toch wel fijn als je even de deur uitgaat om toch iets bij te hebben. Qua schoenen heb ik eigenlijk dan weer voor hele rustige schoenen gekozen. Namelijk mijn Chelsea boots. En dat doe ik eigenlijk omdat natuurlijk je hebt die zilveren stuts al op het jasje. De zilveren stuts op het tasje. Je hebt natuurlijk de zilveren gespal. En ik zat nog te twijfelen van zal ik mijn cut-out boots doen. Daar zitten ook zilveren accenten op of zal ik het een beetje plain laten. En wat ik al zei, ik ben zelf niet heel erg van alle toeters en bellen op mijn outfit. Dus ik denk dat ik dan toch liever voor deze kies. Maar, dus ja, deze mocht je het willen weten. En trouwens van de Elise Store. Dus ja, ook van deze gaan jullie momenteel de aanbeelden zien. Gaan we verder met look 3. De stoerdere look. En ik vind echt een wereld van verschil. Ondanks dat ik allemaal redelijk neutrale kleuren heb gebruikt. Ik heb natuurlijk net twee hele lichte kleurtjes laten zien. En nou zo met dat zwart. Ik had eerst zoiets van, oh, vind ik dit niet echt iets te heftig. Maar nee, nou ik het zo aan heb, denk ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Shirt wil ik altijd, ja, bij al mijn outfitje of bij al mijn lookjes heb ik momenteel mijn shirt in mijn broek zitten. Vind ik gewoon zelf het leukste. Ja, dat gespje vind ik dan wel leuk dat dat lekker opshijnt. En dan ook ten opzichte van alle drukkertjes en natuurlijk met het tasje. Ik heb er toch voor gekozen om mijn Chelsea boots aan te doen. Eigenlijk om een heel klein beetje rust te creëren. Omdat ik dit best wel druk vind aan de bovenzijde. Wel leuk hoor, daar niet van. Maar dan wil ik toch wel een beetje die rust onderaan creëren. Ja, ik vind het zelf gewoon heel leuk om een beetje been te laten zien. Dus ik heb gewoon mijn broekspijp opgerold. Het is officieel een enkel modelletje. Dus op zich kan de broek ook helemaal naar beneden. Dan zie je waarschijnlijk ook nog gewoon een beetje bloot. Maar ik ben niet zo heel lang. Dus 9 van 10 keer moet ik al mijn broek oprollen. Maar ja, ik vind dit... Ik vind het toch ook wel een hele leuke look. Tasje erbij. Kan ook natuurlijk weggelaten worden als je het niet nodig hebt. Maar ja, ook heel erg leuk. Zijn we aangekomen bij look nummer 4. Deze look is wederom weer met de slangenprintbroek. En ik heb gekozen voor dit witte topje. Misschien mocht je hem herkennen, misschien mocht je hem niet herkennen. Ik heb ook al een aantal keer aangehad. Ook heb ik deze gedeeld. Op mijn Instagram, mocht je me nog niet volgen, linkje staat uiteraard in de bio. Het is gewoon een heel makkelijk basic blouseje wat ik heb gekocht. Of ja, blouseje, topje bij de Primark. Zit aan de achterzijde zit hier één zo'n streep. En dit is gewoon echt, ja weet je, als je iets echt basics in je kast wil hebben voor het voorjaar, zijn dat deze topjes. En ik weet dat de Primark momenteel deze topjes weer in de verkoop hebben. Dus ik zal zeker deze gaan scoren, want ik weet ook nog uit ervaring dat deze 5 euro waren. En voor eroverheen, want het is natuurlijk hartstikke leuk om het blouseje zo aan te hebben. Maar mocht het kouder worden, we zitten natuurlijk in Nederland, heb ik voor een jasje gekozen. En dat is mijn denim spijkerjasje. Ik vind sowieso die combinatie slangenprint met denim en dan dat topje erop echt fantastisch. Ik heb zelf in het jasje een aantal destroyed plekken gemaakt. Ik vind dat zelf altijd wel wat leuker, dan maakt het ook weer wat stoerder. En deze, ja deze heb ik ook al een aantal jaar. En die komt van de Only af. En ik weet dat dit zo'n item is, die komt ieder seizoen terug. Het is gewoon een lekker spijkerjasje, lekker veel stretch. Dus daarom heb ik hem ook in de maat 40. En om de look een beetje, ja, nog een beetje kleur te geven. Want ondanks dat het spijkerjasje dan wel blauw is, ben ik toch altijd wel iemand van, er moet ook wel weer iets bij zitten
dat het wat breekt, heb ik gekozen voor dit tasje. Ik zie je nou op het moment ook heel veel weer, dat riet. En deze heb ik vorig jaar bij AliExpress besteld. En ja, weet je, het is misschien niet de meest handige tas, maar als jij even een drankje gaat doen of je gaat even een rondje lopen, de telefoon past erin, mijn portemonnee past erin, dus dit vind ik gewoon echt een superleuk tasje om erbij te doen. En ook zo in combinatie, misschien dat ik het bij de aanbeelden misschien te veel vind, maar toen ik het zo op bed had neergelegd, dacht ik, ja, dit vind ik er wel leuk bij. En qua schoenen heb ik eigenlijk nou een keer voor andere witte schoenen gekozen, namelijk mijn Nike Air Force. En ik heb eigenlijk voor deze gekozen. Deze zijn net even wat lager en daarin ook wat minder grof. De zool moet ik dan zeggen, want hier is hij natuurlijk wel weer wat hoger dan die schoenen van de Bristol. Maar dit vind ik dan wel weer leuk van, ja, weet je, ik wil toch ook wel een beetje een combinatie maken. Ik kan wel allemaal die witte schoenen laten zien, maar ook weer dit. Ja, dit is net even een ander modelletje, geeft ook weer een ander sfeertje mee. En misschien is dit ook wel weer hartstikke leuk dadelijk richting het festivalseizoen. Deze, die komen van sneakers af. En ja, dit zijn echt ook een van mijn favoriete schoenen op het moment. Dus ook van dit look gaan jullie nu de aanbeelden zien. Zo, en dan hebben we nu het volgende lookje weer aan. Dat is met het hemdje, het spijkerjasje en tasje. Oeps. En ondanks dat het tasje dan weer niet in het kleurenpalet past, vind ik hem wel weer heel leuk erbij staan. Ik kan natuurlijk ook het tasje gewoon weglaten als je dat niet leuk vindt. Maar ik vind wel ook weer gewoon, ja, makkelijk outfitje. Ook wel weer wel met kleur. Toen net had ik natuurlijk die roze trui en daar heb ik natuurlijk een denim jasje aan. En ja, ik vind deze schoenen toch, ondanks ze wat hoger zijn, wel wat leuker. Weer wat speelser staan op een of andere manier. En ik heb toch voor een heel klein subtiel kettingje gekozen. Ja, wederom heb ik weer gewoon nog mezelfde BH en nog steeds een verkeerd hemd. Maar hey, daar kijken we heel eventjes doorheen. Hij schijnt een heel klein beetje door, dus ik moet even kijken of dat ik een hemdje ook in deze kleur kan vinden. Of gewoon, ja, iets anders. Maar komt goed. Maar dit vind ik ook gewoon een hele leuke geslaagde look. Echt, ja, dit is voor mij echt wel een lente lookje op een of andere manier. En last but not least, look 5. Look 5 is eigenlijk denk ik de meest accessoire-achtige look. Is dat een woord? You know what I mean. Dan ga je dadelijk ook zien wat ik bedoel. We hebben natuurlijk die slangenprintbroek. Ik had net al wel een setje met zwart. En eerst dacht ik van, is dat misschien te hard richting het voorjaar? Maar niet geschoten is altijd mis. Dus ik had zoiets, ik heb een heel leuk luchtig zwart blouseje in de kast hangen. En ik ga gewoon kijken of dat ik het leuk vind. En dat is dit blouseje geworden. Even kijken. Ja, waarschijnlijk ga je het op de aanbeelden even wat beter zien. Maar dit is een blouseje met een, goed verhaal gaat dit worden. Twee flappen. En die vallen over elkaar heen. En dat heeft een beetje zo'n waterval slash draperend effect. Dit blouseje komt ook van de Vero Mode af. Heb ik ook alweer een aantal jaar. Dit blouseje, ja, ook aan de zijkant zit een knoopje. Kun je een beetje opstropen, dat je wat meer huid laat zien. Hij is heel luchtig en hij zit echt super lekker. En ondanks dat het dan wel heel zwart is, had ik er wel voor gekozen voor een accessoires. En dat is deze ketting. Die mocht je misschien ook kennen van mijn vorige lookbook. Maar ik vind het gewoon zo'n, ja, gewoon een fijn item om ook in de kast erbij te hebben. Gewoon een fijn accessoire, redelijk basic. Ook weer dat zilver, maar ja, weet je, ik vind dat, ja, dat grijs vind ik gewoon het mooiste met dat zilver. Is een ketting van de Pieces. Dit zo in combinatie op de broek lijkt me echt super leuk. Kan misschien zijn dat het tegenvalt, maar dat gaan we zo meteen allemaal zien. En ik heb toch gekozen, misschien is het niet helemaal hetzelfde printje, maar het is natuurlijk een bottom en dit zit op je hoofd. En dat is dit haarbandje. En dit haarbandje heeft ook een slangenprintje, alleen hij is iets donkerder. Voor mij is echt grijs en dit is met een zwarte stippen doorheen. Maar er zit natuurlijk ook weer zwart in het blouseje, dus ik denk misschien dat het meevalt. Maar gaan we ook zo in de aanbeelden zien of dat ik het leuk vind, ja of nee. En anders zou ik misschien gewoon kiezen of van een witte haarband of een grijze haarband. Ik denk me net dat ik die misschien niet eens in de kast heb liggen. Misschien voor de volgende keer dat ik dat ga kopen. Maar gewoon een haarbandje met hier aan de bovenkant zo'n knop. Deze komt van de Solo af. En ja, weet je, het is gewoon een hartstikke leuk dingetje. En wat ik al zei, dit is een beetje een lookje ten opzichte van de accessoires. En qua schoenen heb ik wel gekozen voor mijn cut-out boots. Omdat je dan toch een beetje dat zilver van die ketting terug hebt laten komen in je schoenen. Maar het kan ook zo zijn dat ik misschien mijn Chelsea boots eronder ga doen. Dus dat laat ik ook in de aanbeelden even zien welke combinaties je kan maken. Dit zijn in ieder geval mijn cut-out boots. Met aan de zijkant of aan de achterkant die zilveren accenten natuurlijk.
Ja, dit zijn ook echt wel super favoriete schoenen. Ze zitten lekker. En ook richting het voorjaar is dit gewoon leuk. Want je hebt toch dat die zijkant open is. Dus je laat wel een beetje, ja, been zien. Het is niet heel veel, maar dat vind ik altijd weer wat luchtige ogen dan meteen zo'n hoge overkneeboot. Deze komen van Most Wanted Luxury af, als je dat wil weten. Of ik laat jullie nu ook het aanbeeld van dit lookje zien. En dit is alweer het laatste lookje voor vandaag. Eigenlijk, ja, de accessoires look, zullen we het maar even noemen. En ik heb natuurlijk net ook al een lookje laten zien met zwart. En dat vond ik op zich wel leuk en dat is wat stoerder. En ondanks dat dit dan volledig zwart is, is omdat het gewoon lekker luchtig is, vind ik het niet zo zwaar. En ik vind het toch ook wel heel leuk. Ook gewoon heel plain, heel basic. Maar ik heb dan hier, zoals je kan zien, oh, de ketting om. Oh, ik heb mijn eigen kettingje ook nog onder. Maar het zal beide kunnen. Het zal met dit kettingje kunnen. Het zal met deze ketting kunnen. En, oeps, ik zie ze naar onderen gaan. Ik heb de haarband in. En vanaf een afstandje vind ik het ook niet verkeerd dat je ziet het eigenlijk gewoon bijna niet dat je zwart daarin hebt. En dit is dan met grijs. En dan hier met mijn cut-out boots, weet je wel. Met een klein beetje bloot op de enkels weer. Ja. Deze is weer wat eenvoudiger dan de andere lookjes. Maar daarin ook gewoon weer dik en dik geslaagd. Dus ik heb weer 5 combinaties die ik met deze broek kan gaan dragen. Dan waren dit de 5 lookjes die ik heb gecreëerd met de slangenprintbroek. Ik vind ze stuk voor stuk allemaal goed geslaagd. Past ook echt wel heel dicht bij mij. Ik ben blij dat ik ook via YouTube een beetje een stok achter de deur heb om deze video's te kunnen maken. Ze zorgen er echt wel voor dat ik out of my comfortzone stap en ook eens gewoon andere combinaties kan maken. Die broek, als je mij had gevraagd vorig jaar ga je een geprinte broek kopen, had ik je keihard uitgelachen. Want nee, daar ga ik echt niet in lopen. En nu heb ik zoiets van, nee, ik vind het gewoon super leuk. En ik heb er ook nou eigenlijk 5 lookjes bij die ik gewoon dagelijks kan aantrekken in combinatie met die broek. Dus ja, ik vind echt zulke video's super geslaagd. Ik weet niet of dat jullie ze leuk vinden, mocht dat wel het geval zijn. Thumbs up! Wil ik jullie uiteraard hartelijk danken voor het kijken van deze video. Nogmaals, vond je hem leuk? Die duimpjes omhoog. En vergeet je niet om te abonneren op mijn YouTube kanaal als je geen 1 video meer van mij wilt missen. En dan wil ik zeggen tot de volgende video en bedankt voor het kijken. Doei!